Hey Geert-Jan, je bent begonnen met het organiseren van deze drie dorpenloop. Ja. Welke dorpen zijn het dan? Loppersum, Garrelsweer en Wirdum. Wirdum, nog nooit geweest. Kijk. Ja, jij wel waarschijnlijk. Ik wel waarschijnlijk, ja zeker weten. Het is een mooi gebied om te lopen. Het is een heel mooi gebied, je loopt via Garrelsweer en dan heb je dus de Damsterdiep. Er wordt wel eens gezegd, de Vecht in Utrecht is mooi, de Damsterdiep is mooier. En dan kom je in Wirdum uit, boven op de bult, zoals we dat hier zeggen. Geweldig uitzicht, prachtig parcours. Goed, een beetje snel parcours denk je? Nee, denk ik niet. Je loopt trouwens in Siddeburen zie ik, maar ja. Goed, dat is ook een hele mooie plek. Ja. Maar je denkt niet dat het echt snel parcours is, waarom niet? Nee, omdat die bult erin zit, zeg maar. Oh, die bult. Ja, maar aan de andere kant is wel één voor, het is één ronde. Oké. Okay. Dus ik ga op 33-42 voor de eerste. 33-42, dan gaan we straks even kijken of dat lukt. Ja. We zullen het ook even onder het filmpje zetten. Dit is de tweede loop die jullie dit jaar organiseren. Jullie hebben nu dit jaar ook het Meens loopcircuit erbij. Jullie hebben er wel wat bijzonders van gemaakt, hè? Nou, ik vind als je iets nieuws op touw zet, dan moet je dat gewoon dusdanig doen dat het niemand eromheen kan. Dan moet het ook echt zo zijn van... Ja, iedereen weet het. Dus de competitie die straks in de wedstrijd is onderling tussen de dorpen inmiddels ook ontstaan. Gaat het weer eens klein Bethlehem en Wirdum die doet nog weer iets meer. Dus dat is geweldig. Oké, okay, nou we zijn even heel nieuwsgierig hoe dat in die dorpen eruit ziet. Ja. We gaan er straks zeker even een stukje filmen. Ja. De inschrijving is ook al heel bijzonder. Hè? Ik heb gezien dat de inschrijvers zelfs op de graven van een van jullie voorouders zitten. Ja, klopt. Ja, dus doen dat in de kerk. Hoe heet deze kerk? Petrus en Pauluskerk. Ga even naar binnen. Ja. Gaan even kijken hoe ver zijn met opbouw van de inschrijving. Ik kan me niet herinneren dat we ergens anders een inschrijving hebben in een kerk. Dus dit is... Hoe vond de plaatselijke dominee dit? Die vond het geweldig en die is zelf lopen. De dominee is lopen? Ja. Dus die moeten we dan nog eventjes straks op de film eigenlijk zetten. Eigenlijk wel. Een startschot, is dat geen belletje, tinkeltje van boven? Nee, we hebben het wel overwogen, maar een volgende keer denk ik. Goed. Ja. Nou, we gaan straks eens even kijken op het parcours. Hoe loop jij zelf mee? Ik loop zelf mee. Oké, okay, dus jij komt zo ietsje rond de 35 aan. ietsje langzamer. Oké, okay, goed. Hey, succes. Ja. Succes straks. Ja, dankjewel.